onze mediawatcher deze week is Ramzi Zerkan, stand-up comedian. En een van de jongeren die deze week de speech van Obama mocht bijwonen in de Bozar. Eerst eens even over jouw comedy. Je bent nog niet zo'n bekend gezicht. Hoe lang ben je daar al mee bezig? Sinds 4 jaar geleden was ik begonnen met stand-up comedy, ongeveer. Jaar daarop had ik een insteek om iets juist te doen voor jongeren. Eerst en vooral, waarom begon ik met comedy? Om juist vanwege mijn studies te kunnen betalen toen destijds. En ik had zo'n drang, een instinct van, kijk, ik kan met mijn humor heel veel jongeren motiveren. Ik kan heel met mijn jongeren humor heel veel mensen duidelijk maken, wijsbaar maken. Dus ik dacht van, ja, waarom kan ik die jongeren niet oppeppen? En, ja, geëngageerde precies, humor. Precies. En je mocht deze week die speech van Obama in de Bozar bijwonen. Ik denk dat die plaatsen heel gegeerd waren. Waar mocht jij erbij zijn? Dat is eigenlijk de vraag die ik mezelf verschillende keren stel. Maar ik verwijs nog altijd van de laatste ervaring die ik heb met de Amerikanen, met alleszins met de US Embassy, was vooral omdat ik vorig jaar werd uitgenodigd om naar Amerika te gaan om deel te nemen van een summit. Het was een camp summit. Council for American Muslims Professionals. Het was vooral puur gericht voor moslims en ondernemerschap. En hoe moslimsgemeenschap in de westerse wereld kunnen ondernemen. Zo zat jouw naam daar in de databank. Ja. Oké, en het zal niemand verbazen dan ook dat eerste fragment een stukje uit die speech is. Hè? Klopt. Even kijken. Ja. For the young people here today, I know it may seem easy to see these events as removed from our lives. The young people of Europe, who will help decide which way the currents of our history will flow. Do not think for a moment that your own freedom, your own prosperity, that your own moral imagination is bound by the limits of your community, your ethnicity, or even your country. Wat vond je van de speech? Ja, Obama is gekend vanuit zijn manier van speechen. Hij is echt een speechman. Hè. Hij kan talent. Ja, precies. Hij kan de woorden juist gebruiken. Maar ik was ook een beetje kritisch toen ik daar aanwezig was. Het was dit boodschap was puur gericht naar de jongeren toe. En dat vond ik wel heel interessant om dat te laten zien. Ook omdat vooral hij naar de jongeren toespreekt van, ja, kijk, je moet je gewoon je ambities laten gewoon doen en gewoon voor je ambities gaan. En niks moet je tegenhouden, ongeacht je afkomst, religie of... Dat statement heeft hij ook duidelijk gemaakt. Maar die dag was ik eigenlijk puur geïnteresseerd om te kijken in welke context hij het hele discours gaat plaatsen. En het was vooral gericht over het Oekraïne-gedeelte. En vergeleek hij vooral met het oorlogsgebied in Irak en het Midden-Oosten. Dat was in totaal hetgeen waar ik volledig met hem eens was. En hij kan niet Oekraïne goed praten met de gebeurtenissen van Irak en in het Midden-Afghanistan. Dat was een kritisch punt. Ook, hij had het mooie inspiratiebron uitgehaald vanuit Mandela. Dat Mandela tegen de apartheid streed en ook heeft geleden door de apartheid. Maar de dag van vandaag is jammer genoeg nog steeds apartheid in het Midden-Oosten, waar de Amerikanen ook een rol in hebben gespeeld, of natuurlijk ook mede oorzaak zijn van namelijk het Israël- en Palestina-oorzaak. Dus dat is nogal spijtig aan het verhaal. Maar... Ja, je zet er nog wat kanttekeningen bij, maar... Ja, precies. Maar in ieder geval naar ik denk dat België zeker heel veel kan leren vanuit de Amerikanen. Ik bedoel, de diversiteit van de Amerikanen is nog steeds een voorbeeldfunctie dat wij graag willen streven hier in Europa of alles is in België, ondanks. En dat zijn bepaalde dingen waar we wel over kunnen leren vanuit Amerika. Ja, waar hij toch een aanzet toe heeft gegeven om daar eens over na te denken. Jouw tweede fragment is er eentje dat je op YouTube hebt gevonden. Het is een leerling die uit de klas wordt gezet, een Amerikaanse student, en die reageert tegen de leerkracht. Ja. If you would just get up and teach them instead of handing them a freaking packet, yo. There's kids in here who don't learn like that. Bye. They need to learn face to face. Bye. You gotta take this job serious. This is the future of this nation. And when you come in here, like you did last time, and make a statement about, oh, this is my paycheck, indeed it is. But this is my country's future and my education. Can you go outside, please? And if you would like, I'll teach you a little more so you can actually learn how to teach a freaking class. Because since I got here, I've done nothing but read packets. So don't try and take credibility for teaching me jack. Just go. Bye.
Ja, dit haalde het Amerikaanse nieuws. Het werd getoond op ABC. Het is ook een goede speech. Hè? Ja, precies. Ook vanwege omdat het juist van een student komt, van een leerling. We kunnen wel van tevredenheid spreken dat België namelijk een betere reputatie heeft, onderwijsreputatie heeft dan die van België, Amerika. Ja. Maar uiteindelijk, je merkt wel dat de jongeren ook wel een bepaalde verwachtingen hebben vanuit het onderwijs. En dat vergelijk ik vooral met mijn tournee dat ik doe in scholen. Ik sluit af ondertussen dit jaar met mijn 100ste voorstelling. En ik heb wel opgemerkt dat heel veel jongeren in het onderwijs heel veel ambities hebben. Die hebben wel een bepaalde ijverige drijfskracht. Die willen wel wat doen met hun toekomst. Maar het onderwijs de dag van vandaag is jammer genoeg niet meer aangepast aan de tijdperk waar we nu in zitten. Op welke manier dan? Ja, ik ben ook wel van mening dat het onderwijssysteem moet veranderen. En moet aangepast worden naar de levenswereld van de jongeren zelf een beetje. Ik denk dat de jongeren ook heel veel... Ze zitten vol met geloofwaardigheden van... Ja, we moeten een diploma hebben, we moeten studeren, we moeten alleen maar zo kan je geraken. Maar die geloofwaardigheid vermindert wel... constant bij de jongeren. En waarom? Dat wij dat ook dat gevoel geven aan de jongeren. En dat is ook een beetje demotiveren naar de jongeren toe. En zoals je kan zien in het filmpje... schopt hij zichzelf uit de klas. Omdat hij niet vond dat hij interessante les krijgt. En... Ja, op de juiste manier onderwezen werd. Precies. Is onderwijs voor jou persoonlijk ook belangrijk geweest? Ja, ik bedoel, onderwijs is eigenlijk een opvoeding. Dus je moet jezelf altijd je kennis opdoen van op alle soorten vlakken. En onderwijs is toch wel een verantwoordelijkheid die zowel de school draagt als de leerling zelf een beetje. Want we moeten wel de bewustmaking maken aan de leerling continu van kijk, je zit in het onderwijs om jezelf op te voeden. En vaak missen wij juist die insteek van oké, ik word hier gemaakt of ik word hier opgevoed om de toekomst uiteindelijk in mijn eigen handen te nemen. Ja, het is ook de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf om het onderwijs te halen, wat er uit te halen valt. Ja. En tot slot nog een fragment uit Nederland, want daar was vorige week die omstreden speech van Geert Wilders. Mm. En er is een filmpje opgedoken bij BNN van een Marokkaan die omwille van die speech het land verlaat. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain. We gaan nu naar Marokko toe. Omdat ze zeggen dat we niet meer gewend zijn. Omdat ze ons niet meer willen. Bak, hè? Dat is Wilders. Wat zegt u? Dat is een bloedbak, die Wilders, hè? Die moet doodschieten. Ik wil u graag bedanken voor de afgelopen 20 jaar dat ik eigenlijk hier mocht blijven in Nederland. Hij moet de pleuris krijgen, ze moeten hem ophangen. Ik heb al 20 jaar hier gewoond, ik heb zelfs mijn zwemdiploma hier gehad. Maar ja. Ik taal het niet. Ja? Ja. Vindt u het erg dat ik wegga, mevrouw? Ja. Ja. Het is toch wel erg wat zo'n man kan veroorzaken? Ja. Oh, dan begin ik ook te janken. Waarom wou je dit laten zien? Ik vond het eigenlijk een heel interessant filmpje. Ook vanwege de uitspraak van Wilders een tijdje geleden... die eigenlijk een hele ophef heeft gemaakt in Nederland. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat de Marokkanen in Nederland daar heel creatief mee omgaan. Dat ze hun protest ook op een heel creatieve manier uiten. Het is niet meer ongekend dat Marokkanen tegenwoordig bruisen van talenten. Tegenwoordig, het is een uitspraak die totaal niet meer serieus wordt genomen. Maar het is wel schokkend. Het is wel frappant dat hij die uitspraak gaat doen. We zijn heel veel gewend van Wilders, daar niet van. Maar dat hij puur echt een totaal bevolkingsgroep hiermee benadert... is toch wel puntje bij paaltje van oké, dit gaat net te ver... Hij heeft al heel vaak de grens overschreden met bepaalde uitspraken over de islam, et cetera. Maar dit is wel frappant. En ook omdat tegenwoordig de dag van vandaag heel veel Marokkanen juist... en ook heel veel moslims juist zodanig hun best doen... om echt het positieve kant van hele identiteit te laten zien. En de Marokkaan tegenwoordig zijn... Tegenwoordig vind ik persoonlijk het is maar hot om Marokkaan te zijn. Wij zo spreken. Dus, Oké. En het is een heel mooie manier om rustig te reageren. Ja, precies. Zonder we hebben inderdaad gekend jaren geleden op te zoeken. Klopt. We hebben inderdaad jaren geleden gekend wat er ook in Frankrijk gebeurt. Als er een politiek discours wordt gedaan, dan worden heel veel rellen gepleegd buiten. Vandalisme, manifestatie worden dan georganiseerd. Maar dit vind ik heel apart dat Nederland juist hierdoor met de hele Marokkaanse gemeenschap hierdoor juist heel creatief mee omgaan. Ja, zo kan het ook. Ja, ja. Oké, dankjewel voor jouw keuze, Ramzi Serkan.